Welkom bij een nieuwe aflevering van de Feyenoord Carrière. Welkom bij een nieuwe aflevering van FC IC. Leuk je weer kijkt. Deze aflevering gaan we spelen tegen AZ en NEC in de beker. En AZ doet het heel erg goed op dit moment. Die staan op 5 punten achterstand van de eerste plek waar wij op staan. Gedeeltelijk met ADO Den Haag. Verrassend genoeg, ADO Den Haag. Hè? Dat is best netjes. Een beetje de Heracles van het seizoen hiervoor. En de Zwolle van het seizoen daarvoor. Maar ze doen het gewoon hartstikke goed. Net zoals in het echt eigenlijk. Deze is ook gewoon een hele tijdje heel goed. Nu een beetje afgezakt, maar ik heb er vertrouwen in dat ze wel weer gewoon... stabiel aan de bovenkant van het rechterrijtje komen. Dat is ergens waar ADO Den Haag wel goed in is door de jaren heen. Mooie club. We gaan verder met waar we gebleven waren. Opstelling is als volgt. Dammers gaat beginnen. Een beetje een verrassende opstelling misschien, als je het zo bekijkt. Maar ik wil toch een aantal spelers opstellen die niet altijd spelen. En de reden dat Dammers erin staat is ook omdat ik zulke jongens gewoon wat meer rating wil laten krijgen. Oftewel, waardering 67 na bijvoorbeeld 70 of zo. Zodat we ze volgend seizoen nog wat actiever kunnen gebruiken. ADO op 20, 25. Natuurlijk hebben we allemaal één wedstrijd minder gespeeld dan sommigen onder ons. Dus we doen het nog aardig goed. En ja, het is gewoon aan ons om hier wat moois van te gaan maken. Naast bekendheid, gaat lekker. Verdienen één seizoen 15 miljoen aan shirtjes, zitten we op 86%. Dus dat gaat sowieso goed komen, want we zitten nu eens op de winterstop. En we zijn dus al ver over de helft. Dus dat gaat gewoon hartstikke lekker. Scouts zijn als volgt. Ik was een beetje aan het kijken van, hoe gaat het met scoutverslagen? Max de Haan, leeftijd 16. Gaan we die halen of niet? Ik zat te kijken. Ik wilde jullie mening eigenlijk wel weten of we die gaan halen. Want hij is, het is geen... topspeler, maar ik heb er wel, ik zie wel potentie in hem. Hetzelfde geldt voor het contracteren van de jonge spelers. Hoe is jullie ervaring geweest in het contracteren van nieuwe spelers? Dat wil ik graag weten. Laat me weten in de reactie. Dan zien we hier Max de Haan. Heb ik gecontracteerd in het jeugdteam dus. Hè? Met Frank Bakker en Christian de Graaf. En boven de 16 Keizer selecteren voor je eerste elftal. Wat ik bedoelde zeggen was dus niet of we hem gaan contracteren van gewoon een contract. Maar of we ze echt gaan laten contracteren met een uitnodiging voor het allereerste elftal, dat is de vraag. Dus reacties graag, die wil ik graag zien. Een beetje door ratings ingekeken. 1,77, geen verkeerde lengte, maar het is ook niet heel erg groot. Feyenoord AZ gaat beginnen hier in de Kuip. En ik weet zeker dat het weer een legendarisch mooi potje wordt op legendarisch niveau. Elia Kuyt in de spits, waar Seki Kokla begint op rechts. Toornstra op kam en Vilena en Sanchez gaan het middenveld vullen. Jullie zeiden wel eens, waarom zet je Vilena niet op links? Want hij is links. Maar ik vind het wel prettig om juist tegenovergestelde te hebben. Zodat je die een beetje van die tegenovergestelde counter voorzetjes kan geven. James Wallace voor €800.000 overgekomen van Shutfield, denk ik. Ik denk Shutfield, FC of zo. Komt een beetje bekend voor, wat ik me kan herinneren van mijn tijd als manager in de lagere leagues van Engeland met de voetbalmanager. Dat is wel geinig. Maar een mooi team, al zeg ik het zelf. Natuurlijk Van Aanholt, die ook de laatste tijd al laat zien dat hij echt aardig kan ballen. En Woutje Weghorst in de spits, die gaat het doen. Weghorst dan, allereerste kans van de wedstrijd. Schiet op de paal en Vermeer hoeft niet in te grijpen. En Van Aanholt zit er meteen bij. Dat is de allereerste kans van AZ. En natuurlijk is, was het Jan Bas, was dat? Die is niet echt blij natuurlijk dat die bal daar gemist wordt. Maar Seki Kokoglu dan, aanval. Een counter is het bijna. Hè? Met een uitgooi helemaal aan die rechterkant achterin. En Seki Kokoglu met een mooi stiftje over de Lucassen heen. Toornstra gaat hem in de box geven. Gaat hij voor het schot en geeft hem klaar voor Vilena. En die loopt hem erin. En Tony Vilena. Tony Trinidad de Vilena. Die maakt hem hoor. Maar Seki Kokoglu en Vilena gaan helemaal los. En Toornstra die ziet gewoon daar een mooie visie. En die legt hem daar rustig klaar voor Vilena. Nu over het algemeen is Vilena niet zo iemand die vaak voor het doel komt. Maar dit is hij wel heel erg goed in. Heeft hij hem 2 of 3 keer gedaan al inmiddels. Hè? Met deze erbij. Want dan heeft hij op die momenten echt lekker kunnen scoren met inlopen. En hij heeft al zijn doelpuntjes meegepakt dit jaar. Rienstra dan. Oh, wat een lekkere bal op Tankovic. Die legt hem in de box en wordt weggehaald door Van Aanholt. Is het dan tijd voor een counter? Nee, opnieuw is het AZ met een aanval. Zeuntjes. Ook opnieuw een tackle. Rienstra legt hem wel klaar weg, Horst. Oh, Weghorst, die legt hij wel lekker neer hoor. Draait heel mooi weg. Woutje Weghorst, die laat zien waarom hij de stap naar AZ heeft kunnen maken dit jaar. En ik denk zeker dat Woutje Weghorst wel meer doelpunten gaat maken voor AZ. Maar helaas tegen Feyenoord op dit moment. Mooi weggedraaid. En Botekin, die wordt daar pijnlijk naar de andere kant gezet. Ik denk dat de volgende keer, als we als Botekin zijn, daar staat, moet je toch maar even blokkeren in plaats van dat je je gewoon lekker weg laat draaien. Maar dat doet pijn en dan is het inmiddels 1-1. Maar de wedstrijd is natuurlijk nog niet over. Bellassane die komt erin voor James Wallace in het midden van de tweede helft, 60ste minuut. En ook Dirk Kuyt gaat eruit en Michiel Kramer komt erin. Denk aan de fitness natuurlijk, straks nog een wedstrijd. En NEC in de beker wacht ook nog.
Bij Saki Kono dan, mooie sprint. Laat echt drie man achter zich lopen. Geeft hem voor... Ja, nee. Geeft terug aan Sanchez. In de box. Rustig aan Kramer. En Kramer wordt neergelegd. En dan gaat hij natuurlijk zelf de penalty nemen. Het is een penalty, hoor. Oei, oei, oei. Ja, de nummer 30 van AZ. Kapitein nog wel. Hè? Kapitein van de strijders. Lekker hoor. Bam. Signature icy move, hè. Rechts of links, boven, in het midden. Die zijn altijd zo lekker om die doelpunten te maken. Dorsta gaat even lekker met zijn kruisend gezicht van Kramer staan. En wel, ja joh, waarom ook niet. Ja, ik denk dat dat wel echt een specialiteit is van Kramer. Natuurlijk gewoon op de goede momenten daar staan en zijn lichaam gebruiken om een beetje slungelig daar neer te gaan. En dan mag hij ook zelf de penalty nemen. Die schiet hij er gewoon goed in. Niet per se een penalty specialist, maar het is wel een echte target man, een echte spits. En die kunnen wel aardig scoren met de voet op de 16 meter. Torstra dan. Sanchez, inmiddels al 90ste minuut, einde van de wedstrijd. En Torstra, Elia draait goed weg, schiet op doel, wordt tegengehouden door Rocher. Maar, ja hoor, Elia pakt hem nog. Elia die scoort via het lichaam van Rocher. Rocher. En ja, je verwacht eigenlijk niet dat hij het doelpuntje zou scoren, Elia. Het is een beetje zo'n rommeldoelpuntje zoals toen in de finale van de KNVB-beker van Feyenoord. Ik kan me wel herinneren, dat was ook een beetje zo'n rommeldoelpunt tegen Utrecht. Ook van Elia zo, via de buitenkant. Ging je wel iets scherper naar binnen toe, maar alsnog is het gewoon een lekker doelpunt. En ja, we eindigen met 3-1. Jens Toornstra, 9,5. Kramer ook nog een doelpuntje meegepakt en Elia ook nog. Ja, de normale jongens, hè, die normaal ook wel een doelpuntje kunnen scoren. En dan is de volgende wedstrijd meteen NEC. Ik laat de opstelling nog niet zien. Die kan je misschien hier straks een klein beetje meekrijgen. Maar dus het zullen we meer over gaan hebben naarmate de wedstrijd begint. Waarom ik voor deze spelers gekozen heb, zoals je kan zien. Torstra begint opnieuw, Kuyt begint ook opnieuw. En dan Nelom, verrassend genoeg. En dan weet ik zeker dat Nelom kan laten zien waarom hij meer speeltijd gaat verdienen. En die gaat ook wel een aardige wedstrijd spelen, kan ik je alvast vertellen. Feyenoord NEC opnieuw in de Kuip. Twee keer achter elkaar. Sam Larsson begint met Steven Berghuis links en rechts voor. Kuyt in de spits is wat verrassend, maar Kramer is echt heel erg moe. Dus we moeten wel een andere speler selecteren. Want Jurgensen is geblesseerd. Dan mis je toch wel echt dat spitsenfiguur. Je zou natuurlijk wel vrijwel iedereen in de spits kunnen zetten. Maar dat doen we nou helemaal niet. NEC speelt echt met een 4-3 helemaal achterin. En dan meteen drie aanvallers. Wel een verrassende opstelling. Maar ja, je moet toch wat tegen een sterk in de vorm verkeerd Feyenoord. Inmiddels is het tweede minuut. Hè, net van een aftrap. Kuyt ziet Toornstra lopen. In één keer gaat Toornstra schieten. Wat een knal van Jens Toornstra. Wauw. Zo, dat is nog eens een doelpunt. Na twee minuten spelen knalt hij hem in de rechteronderhoek. Echt keiharde goal. Die was wel echt flink hard. Kuyt ziet mooi daar Toornstra lopen. En die verdediging die loopt echt alleen maar naar achteren. Die had eigenlijk in moeten stappen naar die bal toe. Maar echt gewoon... Hij, met zijn punt raakt hem eigenlijk. Waardoor hij ook nog heel laag blijft op de grond. Wat een knal van een doelpunt. Wauw. Damn. En Delle. Die kan er echt lang niet bij. Keeper van NEC. Mauk dan wordt neergehaald door Nelom. En die krijgt dan zijn eerste gele kaart van het seizoen. Sowieso in de beker. Volgens mij ook van het seizoen. En dat is dan een pijnlijke gele kaart in de 9e minuut alweer. Maar dan mag de pret niet drukken. En hij speelt over het algemeen een goede wedstrijd. Draaistam draait weg. En Warner Haan pakt hem. En Warner Haan heb ik opgesteld. Daar moet ik eigenlijk nog over hebben. Ik wil eens zien hoe Warner Haan het doet. Want het zit alleen maar op de bank. En hij heeft dan niet de rating van Justin Bijlo. En verdient dus ook wat speeltijd. En Warner Haan zit daar echt heel erg lekker bij hoor. Sam Larsson legt hem op Toornstra. De doelpunt te maken van net. Geeft door El Amadi. Gaat voor een geplaatst schot. Oh, het is hier lekker. Het is hier mooi. Lekker doelpunt van El Amadi. Gewoon rustig neergelegd. En dit soort doelpunten, die kom je zelden tegen. Hè? Eigenlijk spelers van zoals dat. Die zijn meer van de intikkertjes als ze een keer een doelpunt maken. Maar oh, het is dus lekker zeg. Via de paal, buitenkant. Ah, binnenkant paal. Maar het is echt bijna buitenkant paal. Zo ver raak je hem. Kijk eens. Ja, het is gewoon binnenkant paal. Het is gewoon binnenkant paal. Lekker doelpunt. Oei. Karim El Amadi. En die had natuurlijk heimwee, hè? Dat hebben we gezien in het begin van de aflevering. Die zegt, hij weet niet, heimwee, hij heeft een beetje gevoel van, hij vindt het moeilijk. Maar hij heeft het toch nog gewoon gedaan. El Amadi dan naar Kuyt. Dit kan nog wel eens worden. Jens Toornstra. Oh, Delle. Oh, die stopt hem echt heel erg lekker, hoor. Die Delle, man. Die houdt nog wat ballen tegen. En het is maar 25e minuut, hè. Dan staan we 2-0 voor. 10. Zo, wat een knal. Een lekkere aanval. Tiki-taki. Nou, dat dan weer dat niet. Maar het is wel echt mooi voetbal.
geprepareerd door Feyenoord. Inmiddels 54ste minuut, tweede helft. Dirk Kuyt legde hem aan Jens Toornstra, geschot. En Heinlof die stopt hem en die stopt voor Toornstra zijn tweede doelpunt opnieuw. Die kan elke keer een doelpunt scoren. Hij doet zo zijn best, maar oh, zo dichtbij. En in dit geval heeft Dellen niks te doen. Tony Verena komt erin voor de beste man op het veld, Jens Toornstra. En de reden dat ik hem wissel is omdat ik hem graag wil sparen voor de wedstrijd tegen PSV. Namelijk zondag. Dus het is vandaag dinsdag in de carrière. En dan wordt het zondag. Aanval dan voor Rakip naar Mai. En Mai die schiet mis. Een matig schot. Maar ja, je moet natuurlijk toch wat, hè. En over het algemeen gaan ze ook wel lekker NEC met de aanval. Maar kunnen ze elke keer niet het net vinden. Hier nog eens zo'n voorbeeld. Rai legt met een mooi stiftje op Van der Heijden. Die kan goed onderscheppen, maar die is slordig. Daarna gaat hij wachten op de paas. Nee, gaat voor het schot. En Van der Haan die pakt hem hoor. Die stopt hem daar gewoon rustig. En die laat daar zien dat hij toch nog wel best wel eerste keeper niveau is. Hè? Want al onze keepers doen het wel goed. Bijna nog niet in actie gezien. Ik vind het moeilijk om daar een wedstrijd voor te vinden. Als het geen vriendschappelijke is. Maar hij doet het gewoon lekker. Kadim Alamadi, één schot, één doelpunt. Misschien wel het mooiste doelpunt van de wedstrijd. Alhoewel die van Torsta was ook wel heel erg mooi hoor. Ik bedank je voor het kijken. Als je het leuk vond, laat een blauw duimpje achter. Abonneren mag altijd. Is natuurlijk gratis. En laat je suggesties komen voor allerlei ideeën die je hebt. En dan zie ik je graag in de volgende aflevering. See ya.